Leuk dat zijn bij een nieuwe video. We gaan vandaag de 250k budget BPL team maken. Wat heb je als je 250k hebt wat gebalanceerd is? Je kan natuurlijk één topspeler en allemaal matige spelers hebben, maar dat is niet echt handig als je echt goede prijzen wil hebben. Dus dit is weer een betere versie dan 100k. Er zijn wel zeker wat veranderingen. Dus we gaan nou beginnen met de keeper. Het is een redelijk hoge, het is een Braziliaan en hij komt van natuurlijk Edison. Hij is 17,5k gekocht toen een tijd, maar hij is nu rond de 30k, is wat gestegen, maar Edison op doel. Omdat hij echt, hij is redelijk lang en een goede duiker, trap is goed, reflex en positie is redelijk goed. Rechtsachter is het niet de normaal gesproken spelers die je normaal hebt op rechtsachter. Geen Walker, geen Valencia, geen Trippier, Aurier ook niet. Maar het is een persoon die heel goed is qua snelheid. 87 snelheid, Ricardo Pereira. Hij is agressief, lekker agressief. Goede uitdagingsvermogen van de back. Staande tackle, is 80. En als je het op full cam is, zal het al 93 zijn. Want dit is puur niet full cam. Laat je soms dus wel zien. De volgende is centerback is Sanchez. Ja, hij is zo goed. Echt dat staan echt dekking, staan tackle en sliding allemaal boven 90 als hij gewoon volledig teamgeest heeft. Dus dat op zich is een hele goede verdedige optie. Hij is lang, 1,87, hij is hoog verdedigend. Dan gaan we naar zijn compagnon, is van United. Ook als een beer. Net de vorige keer is Bailey het geval. Ook agressief en lang en snel. Linksachter. Het is Robertson. Die heb ik niet hier. Robertson. Vorig jaar een geweldig seizoen gedraaid. Hij is snel. Verdediging is goed. Wie uitgangsmogen is goed. Voorzet is ook goed. 84. En Ricardo is 81. Dus allebei een goede voorzetten. Center mids. En hier ga je echt veranderingen zien. Van de vorige. We beginnen centraal. Wat ik nog steeds vind is Kovacic een van de betere is qua box-to-box. Hetzelfde als vorige week, of voor gisteren ook. Maar de andere zijn anders. Deze heet Matic. Je moet één verdediger mid hebben, dat is dit jaar cruciaal. Nemanja na Matic. Hij is lang, 1,94. Hij verdedigt meer dan hij aanvalt. Dus hij is lang. Hij blijft hangen. Hij heeft goede korte paas. Lange paas is redelijk goed. Fysiek is echt goed. Ja, dat is een goede verdediger mid. Ondanks zijn snelheid. Maar als je gewoon blijft verdediger mid blijft, dan hoeft er geen snelheid te blijven. Daarnaast is een Chelsea speler. En als het goed is staat hij hierop, Jorginho, de nieuwe transgereerde Jorginho, box-to-box alweer. Goede korte paas, hele goede korte paas, heel lange paas, dribbel is goed, balbeheersing goed. Ja, dat is een goede middenveld om te hebben. Dan gaan we naar de top in. Dit is totaal kost je uiteindelijk, als je deze team wil maken, 247, 248, 249k. Rechts buiten. Die heb ik hier niet staan, maar dat is Lucas. Dan een normaal versie hoor, trouwens. Als ik echt. Hij is gewoon snel. Hij is heel snel. En echt zijn lenigheid bedribbelen is zo goed. Dat je echt een gevaar. Dus dat is een hele goede buitenspeler.
Je kan later, als je wil, verbruiken voor Maris gaan, maar dat past niet in het budget. In de spits zal zijn geen Lacazette, maar Gabriel Jesus. Hij is sneller dan Lacazette, maar zijn schieten is minder. Maar hij heeft zich een goede dribbelaar in de 16. Vista skills, Drista weakfoot, dat is wel jammer. Hij kost rond de 50k op de PlayStation. En dan gaan we naar links buiten. Is een Manchester United speler. Is Rashford. Vista, Vista. Hij is aanvallend beter dan hij verdedigt. En ja, kijk, dat is echt snelheid. Hij kan goed afmaken, Rick. Als je goede camera-stijl op hebt, is hij sowieso rond de 90 afmaken. Voor de rest is goede dribbel. Ja, dat is een goede buiter die goed kan schieten. We gaan even kijken hier. Dat is ideaal. Up, up. Plus 10, zie je dat? Plus 15, allemaal weer ideaal. Up. Dit zal dan de team zal zijn als je 250k zou zijn, zou ik het doen. Ja, de defensieve blok met Matic, zeg maar, als je zo speelt. Matic, Bailly en Sanchez, beersterk, lang, agressief. En hier buiten om de snelheid en de box-to-box en afmaken van Gabriel Jesus. Dit is rond de 248, 249, 250. Het ligt net als wanneer je koopt. Maar dit zal het team zijn dat zal beschikbaar zijn als je 250k hebt. Dus ik hoop dat je deze video nuttig vond. Geef even je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dan zal ik altijd blijven lachen. Ciao ciao.